Goedemiddag. Volgens mij doet hij het. Ik ga even mezelf opzoeken, dan weet ik het zeker. Ja, daar ben ik. Ja, gaat wel goed hoor. De griep is weer weg. Dankjewel, Anne. Ik ga toch heel even kijken als ik aan mijn camera of ik nog iets hoger kan. Sorry als jullie een beetje zeeziek worden. Hey Rianne. Anders zitten we heel dicht op allemaal. Hoi hoi. Zo iets beter. Hoger krijg ik hem niet. Zo hoger kan mijn standaard niet. Goedemiddag. Nou, gelukkig lijkt het nu allemaal wel goed te gaan. Yes, goedemiddag. Ja, sorry voor vanmorgen. Ik voelde me echt zo lullig. Maar ja, goed. Technologie heb ik ook niet in de hand. En hij wilde het gewoon met geen mogelijkheid doen. Zodra ik de live opstartte, werd ik er gelijk weer uitgegooid. En wat ik ook probeerde, niks werkte. En dus ik had al naar Tiets gestuurd. Help! Maar het lukte me niet. En op een gegeven moment was het al zo laat dat ik ook niet meer de mogelijkheid had om nog verder uit te wijken. Qua tijd. Omdat ik ook nog een andere afspraak tussendoor had. Dus ik zeg, nou weet je, dan moet hij maar naar vanmiddag. Dat is niet anders. En nee, ik weet dat dat niet mijn schuld is. Maar ik voel me dan toch altijd lullig. Weet je, dan moet ik iets afzeggen wat ik, terwijl ik een afspraak heb gemaakt. En ik hou ervan om mijn afspraken na te komen. En ik vind het ook gewoon keigezellig, die lives. Dus gewoon lekker uurtje kletsen, uurtje vreubelen. Ik hou ervan. Ik heb hier nog... Wat denk jij? Ik ga met die rubber hamer aan de gang. Ja, ik ben er nu. Ik ben er nu. Weet je, Facebook is echt keileuk, hè, zolang het werkt. Maar ja, goed. Hebben we problemen, dan hebben wij daar helaas ook niet in de hand. En ach, weet je, zo is het altijd wel wat. We zijn er en we gaan gewoon nu lekker vreubelen en wat knutselen. En voor degenen die er niet bij kunnen zijn, die kunnen gelukkig altijd nog terugkijken. Hij komt gewoon weer op YouTube te staan. En ja, dus dat. Nou, ik zie wel dat jullie mij lekker weten te vinden. Kluggen met Jules, ook gezellig. Ja, ik ben er nu alsnog, dus we gaan gewoon lekker aan de gang. Lekker wat doen en ik denk niet dat ik het in één live afkrijg, maar goed. Inmiddels weet ik dat jullie dat helemaal niet erg vinden, dat jullie het wel leuk vinden. Dus als het uit meerdere uitzendingen bestaat. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver we gaan komen. Nou, we hebben natuurlijk iedere maand op het blog bij Hobby Vision een leuke challenge lopen. Nou, bij voldoende deelname kun je er ook nog eens een leuk prijsje mee winnen. En soms krijg ik nog wel eens te horen dat ze bepaalde dingen lastig vinden. Waaronder een sketch. Hoe bouw je dat nou op? Hoe pak je dat aan? En dus ik dacht, het lijkt me wel leuk. Uiteraard even met Tiets overlegd. En het leek me wel leuk om de sketch er eens bij te pakken van deze maand. Uit mijn hoofd gezegd, begint hij iedere maand op de 20e. Ik had het even na moeten kijken, heb ik niet gedaan, sorry. En is de 20e ook de dag dat hij sluit? Of de 18e, de 19e, maar in ieder geval ergens rond die koers. Dus mocht je nog aan de gang willen, je kan nog lekker meedoen. Nou, deze maand hebben we dus een sketch bij Hobby Vision op het blog. En... hoe werkt zo'n sketch nou? Want het is leuk zo'n plaatje. Ja, en dan? Er zijn toch wel wat mensen die daar tegenaan lopen. Dus ik ga een layout maken. In de
met de indeling van deze sketch. We zijn altijd heel snel geneigd om onder een kaart van te maken. Ook ik, want dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. Ik ga een kaart maken aan de hand van de sketch. Maar je kan ook verder denken als een kaart. Je kan dus denken aan een mixed media project. Op een stuk chipboard of een stuk MDF. Kun je vierkant pakken. Ter grootte zoals dat jij natuurlijk wil. Of wat er aangegeven staat bij de desbetreffende challenge. En dan kun jij dit dus ook opbouwen. Zo zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. En ik heb ervoor gekozen om het vandaag met een layout te gaan doen. Zit ik nou in een oude live? Deze heb ik toch gezien. Monique, of ik snap je niet, of ik begrijp het niet, of ik mis iets. Goedemiddag voor degenen die nog lekker binnenkomen. Ja, ik ben er. Ik ben er en het eerste uur ga ik lekker niet weg. Zijn jullie niet van me af. Ik ga dus een layout maken en niet helemaal druk alle mixed media. Of ja, wel mixed media, maar niet moeilijk. Ik wil niet gelijk te moeilijk starten. Er is iemand die de sketch al heeft gedaan. Oh, dat zou kunnen. Dat durf ik niet te zeggen. Oh, Suzanne is ook live geweest met de sketch. Nou, dan doe ik het nog een keer. Heb je ook een layout gedaan, Suzanne? Want ik kan nou nog switchen. Nou, ik ga hem wel helemaal afmaken. Ik beloof niet in deze live, want ik weet niet hoe ver ik kom. En ik heb niet zo heel veel uitloopmogelijkheden. Vandaag. Maar goed, er zijn momenten zat dat we verder kunnen. Dus ik ga aan de slag met deze. Nou, wat zie je hier? Een vierkant. Nou, dat is natuurlijk je basis. Ik gebruik het scrapvel. Je kan ook een 15, 15, 14, 14 kaart pakken. Net wat je mooi vindt. Je ziet hier in een ander kleurtje een soort schaduw. Je zou er dus voor kunnen kiezen om daar nog een matlaag op te doen. Ik ga dat doen. Dan zie je hier een cirkel. Nou, hier staat hij in de vorm van een tekst. Ik heb gekozen om een cirkel uit te stansen. Dat heb ik al wel vast gedaan. Verder heb ik nog niet zoveel voor kunnen bereiden. Want de planning loopt hier weer alle kanten op behalve de goede. En we gaan die basis, ja, lagen noem ik het maar. Hè. Het zijn eigenlijk lagen. Hier zie je ze in verschillende patroontjes. Dat gaan wij dus ook doen. Waar hier de titel staat, daar komt een tekst. En er komt een plaatje. Ik ga niet met een foto werken, denk ik. Maar met een plaatje. Of ik moet nog een mooie foto tegenkomen die erbij past. Maar daar heb ik nog niet naar gezocht. We gaan eerst maar eens aan de basis werken. Vlinders. Ik hou van vlinders. Ik heb ook verschillende vlinders erbij gepakt die we kunnen gebruiken. Ik heb er eentje uit de JMA collectie, uit de Essentials. En ik heb de Blooming Butterfly. Ik haal hem iedere keer met een andere collectie in de war. Die heeft natuurlijk ook verschillende vlinders. Dus we gaan even kijken welke het gaat worden. Wat mooi is qua formaat. Je mag die vlinders echt wel zien. Maar het hoeft ook niet je hele creatie te overheersen, zeg maar. Dus dat gaan we nog even bekijken. Nou, dan zie je hier nog een stukje cardstock, designpapier. Daar kies je natuurlijk helemaal zelf. En er gaat nog een rand overheen die gescheurd is. Nou, je kunt dit scheuren. Je kunt er een rechte strook op plakken. Je kunt ook een randmal gebruiken. Of een randpons. Of net iets wat je hebt. Het gaat er maar om dat het deze indeling krijgt. Dat is uiteindelijk jouw basis. En daar gaan we dus ook mee beginnen. Dus ik leg hem even aan de kant. En ik ga gebruik maken van het Alchemy of Art Touch of Spring papier. Nou, die zag ik en die moest en zou ik hebben. Dat was weer zo'n ding dat ik weer eens overstag ben gegaan, zeg maar. Dat ik het weer niet kon laten om te bestellen. Nou, ik had voor vanmiddag geen evenement aangemaakt. Ik had alleen een evenement aangemaakt om 10:30.
En wat ik ook deed, hij ging echt niet live. Ik werd er gelijk uitgegooid. En op een gegeven moment kreeg ik te zien, ik zou geblokkeerd zijn. En allerlei rare dingen. En toen heb ik met Tiet afgesproken om geen nieuw abonnement, of abonnement, hoor mij nou, evenement aan te maken. Maar gewoon rechtstreeks in de groep live te gaan. Dus ja, ze zijn hier met het internet bezig geweest. Geen idee of dat het euvel is. Het zou kunnen. Maar goed, hij werkt. Oh, Patrice, die heb ik ook. Daar ga je geen spijt van krijgen. Echt een hele fijne machine. Knipplaatjes zijn natuurlijk ook nog extra als los te koop. Heb ik natuurlijk wel gedaan, maar weer gelijk twee vellen, want dan kon ik weer niet laten. Ik moet nog knippen, zoals jullie zien, maar daar kom ik toch niet aan toe vandaag. Dus dat kan ik lekker van de week op mijn gemakkie doen. Ik heb ervoor gekozen om, wat is het, blauw-groen. Ik wilde voor mijn achtergrond een beetje een effen kleurtje houden. Omdat ik verder in de lagen die we erop gaan bouwen, ga ik dus wel met kleur werken. Of met het designpapier, de patroontjes. Nou, ik heb er een cirkel uitgestanst. Die komt hier zo op. Ik moet hem natuurlijk nog even op maat snijden, hè? Dat snappen jullie. En ik heb ervoor basiskleurtje cardstock gekozen. Wat ik bij het designpapier en zo vind passen als achtergrond. Want deze gaan we iets kleiner maken. En we gaan de randjes distressen, want dat vind ik dan wel weer mooi passen. En dit hier kun je dus zien, heb ik het al uitgestanst. Verder gaan we deze denk ik gebruiken als een matlaagje. Deze. En dan gaan we gewoon even kijken hoe het allemaal bij elkaar staat. En wat we wel en wat we niet gaan gebruiken. Nou, omdat ik met vlinders ga werken, had ik heel erg in mijn hoofd. Ik ga dus het maskstencil gebruiken uit de Blooming Butterfly collectie van Studio Light. Met transparante structuurpasta. Alleen, jullie raden het al, heel dat stencil nergens te vinden. En ik weet 100% zeker dat ik hem heb. Want ik heb zelfs mijn bon gecheckt. En ik heb hem echt gekocht. En ik kan hem nergens vinden. Dus ik heb even een ander stencil met vlinders. Die is niet leverbaar. Dit is echt al een oude van Prima Marketing. Maar goed, er zitten vlinders op. Als alternatief kun je dus heel goed... die van de Blooming, zeg ik het nou goed? Ja, de Blooming Butterfly collectie gebruiken. Alleen die van mij is gewoon spoorloos. Ergens heb ik hem weer neergelegd en kan ik hem gewoon niet vinden. Heel slordig, I know. Maar goed, dat is tot daar aan toe. Ik ga beginnen met deze twee vellen. Oh, ik zit aan mijn lamp en mijn camera te botsen. Dus ik pak even mijn snijmachine erbij. En ik ga eerst even dit stukje eraf snijden. Want dat willen we er niet op hebben. Zo. Zit er nog een... Kijk altijd even als je de onderkanten afsnijdt. Hier is het dan niet zo. Maar bij... Scrap and Me en nog wat van die Lemoncraft, geloof ik. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Scrap Boys. Heb je altijd van die leuke sentiments onderin. Van die leuke teksten. Die kun je heel goed bewaren. Ik ben toe aan een nieuw mesje. Is in dit geval niet erg, want ik ga hem toch distressen. Ik ga overal een centimeter afhalen. En ik doe dat eerst even aan twee kanten. En dan ga ik even kijken hoe die uitkomt. Vrommel hem door de teen. Ik denk dat ik iets mis, maar... dat mag nog wel een centimetertje af. Even kijken, daar heb ik gesneden en daar heb ik gesneden. Gaan we gewoon aan iedere kant een centimeter eraf halen. Ik vind het wel leuk als we wat contrast zien. Zo. Kan deze voor nu even aan de kant. Nou, en deze die gaan we dus hier op plakken. Ja.
Ik moet op zoek naar... Ik dacht dat ik die klaar had gelegd. Mijn peperdistresser. Ik voel hem hier in mijn bakkie. Goedemiddag allemaal. Ik wou goede avond zeggen. Ik ben helemaal van mijn apropos. Nou, en ik ga even de randjes distressen. Nou, ik ga ze best wel flink distressen. Je kan natuurlijk ook lichtjes er langs halen. Ik vind het nu wel leuk om... mijn camera vast. Ik ga even mijn lamp iets hoger doen. Ik zit er continu met mijn hoofd tegenaan. En dan worden jullie zeeziek. Want dan gaat die camera aan shaken. En we gaan er dadelijk ook nog misschien wel een paar scheurtjes in maken. Dat weet ik nog niet. Even kijken hoe het uitpakt natuurlijk. Nou, ik heb in dit geval, dit is de distressor van Tim Holtz. Oh, wat lief, Anne. We doen ons best, hè? Ja, shake de camera, maar dan worden jullie zo zeeziek. Dat zal ik jullie niet aandoen. Jullie hebben vanmorgen al op mij voor niks zitten wachten. Dan nee, dat gaan we niet doen, hè? Ik moet zeggen dat ik dit wel heel prettig papier vind om te distressen. Distress mooi. Klinkt misschien stom, maar... Sorry, kriebeltje. Even al die vreubeltjes weg. Zo. Nou, de buitenlaag. Oh, ik zit gelijk helemaal hier alles onder het stof te werken. Nou ja, we hebben stofzuiger voor, hè? Goedemiddag. Ik vind het ook altijd gezellig, hoor. Ik doe de lives altijd graag. Nou, dit is uit mijn voorraad een 30,5 bij 30,5 linnen karton. Dat is wat stugger. Maar omdat ik van die flinke distressranden heb op mijn eerste laag, zeg maar, wil ik dat bij deze ook. Nou ja, ik moest niet hoesten van de stof hoor, maar ik heb de griep gehad. Dus ik was echt gevloerd vorige week. Ik was er ook eigenlijk wel... Ja, dat klopt, Linda. Nou, dat liep allemaal weer natuurlijk niet zoals wij gehoopt hadden. En dinsdagmiddag belde de arts op, eigenlijk een dag te vroeg, vorige week. Met het feit dat ze goed nieuws had, dat er omtrent de longen geen uitzaaiingen zijn. Dus dat is eigenlijk, ja, gunstig natuurlijk. Het meest gunstige... Wat je te horen kan krijgen. De afspraak voor woensdagavond zou blijven staan. In verband met het bespreken van het behandelplan. Maar woensdagmiddag belde de arts op met minder goed nieuws. Ze hadden twee lymfen in de lies gezien die oplichten op de PET-scan. De radiologen hadden dus in de teambespreking nogmaals naar de scan gekeken. En toen zagen ze die Lise die oplichten. Nou, in eerste instantie denk je dan even zoiets, shit, nee, en nu? Betekent dit uitzaaiingen? Betekent dit weer iets heel anders? Hè? Nou, daar ga je over zitten brainstormen, zitten nadenken. Moet je eigenlijk niet doen, maar goed, dat gebeurt. Vervolgens kwam mijn moeder zelf tot een slimme ontdekking. Op het moment dat de PET-scan gemaakt is... Had mijn moeder, hoe ga ik dat netjes zeggen, een absces in de intieme zone. Laat ik het zomaar netjes verwoorden. Ik kan het wel anders zeggen, maar dat vind ik niet zo gepast in een live. En wat gebeurt er bij een PET-scan? Een PET-scan, hè, die radioactieve vloeistof, hecht zich ook aan ontstekingen. Nou, op het moment dat jij dus in dat gebied een absces, dus een ontsteking hebt... gaan jouw lymfen, die gaan dat opruimen. Dat kun je dan eigenlijk zien als een soort drainagesysteem. En
die Lize, die ruimen dus, proberen die ontsteking weg te krijgen. En dat is dus, dat de kans is groot, zo zegt de longarts dus, want daar is ze maandag geweest, is groot dat dat het is. Is niet met zekerheid te zeggen. Dus aankomende vrijdag krijgt zij een echo met een biopt, met een punctie. Gaan ze een punctie doen. En dan gaan ze kijken wat daar uitkomt. Maar de longarts is gelukkig zelf heel optimistisch. Dus ja, dat is voor ons wel heel positief. En omtrent de longen is er besproken. Ze gaan dus in eerste instantie, zoals ze dat dan noemen, een longbesparende operatie. In die zin, ze gaan de van de rechterlong, want dat is de aangedane long, gaan ze de onderste longkwab weghalen en een stukje van de longkwab daarboven, want daar zit het ook iets in. En naast de long is één lymfe die ook aangedaan is. Nou, dat wisten we al, die is ook vrij agressief, dus die moet gewoon weg. En vervolgens kunnen ze pas tijdens de operatie zeggen of hetgeen wat ze willen, of dat ook lukt. Als nou blijkt dat bij het stuk van die longkwab wat weggehaald moet worden, dat daar bijvoorbeeld bloedvaten doorheen lopen, dan besluiten ze om de hele long weg te halen. He, met één long kun je prima leven. En de longfunctie van mijn moeder is bovengemiddeld goed. Die kan eigenlijk niet beter, zegt de longarts. Dus dat is heel gunstig. En dus dat is voor nu het beeld. En de planning is zelfs dat ze met een week of twee, drie al geopereerd gaat worden. Nou, die operatie, ja, dat wordt wel even een dingetje in die zin. Dat is natuurlijk zwaar. Zeker als de hele long weggehaald wordt. Is het een longbesparende operatie, dan zal ze 7 dagen moeten blijven. En wordt de hele long weggehaald, dan ligt ze zeker 2 weken in het ziekenhuis. Maar goed, ze is daar in goede handen. En we gaan van positieve uit. En ja, goed. Blijkt nou dat die lymfe in de lies toch ook fout is. Ja, dan weet ik niet wat ze daarmee doen. Normaal kunnen ze lymfe weghalen in de lies. Maar goed, of dat altijd wenselijk is, weet ik ook niet. Daar gaan ze nog even naar kijken. En dat horen we dus nog. En hey Marianne. Dus dat is eigenlijk hoe het er nu, ja, hoe het er nu gewoon voor staat. Ja, afwachten. Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ze hebben wel al uitgesproken dat ze na de... Ach, die heb ik nog niet nodig. We moeten eerst lijm hebben. Na de operatie gaat ze nog wel chemo krijgen. Gewoon voor de zekerheid. Omdat die lymfe bij de long is natuurlijk, die is wat agressief, denken ze. En om gewoon zeker te weten dat alle cellen dood zijn. Hè, dus al die kankercellen, die horen er gewoon niet te zitten. En om, ja, stel dat ze toch iets zouden vergeten, laten zitten. Nou ja, hoe wil je het noemen, hè? Geven ze toch die chemo's om, om gewoon zeker te zijn. Nou ja, helemaal zeker ben je nooit, want ze was ook heel eerlijk, die longarts. He, die zei ook van, er zijn mensen waarbij gewoon de hele chemo helemaal niks doet. En goed, daar mag je natuurlijk niet van uitgaan. Ik vind het zelf wel heel prettig dat zij zo eerlijk is. En om de hete brei heen draaien, ik hou daar niet van. Ik ben zelf ook iemand die altijd vrij direct is en zegt waar het op staat. En ik vind het ook prettig als, ja, als zo'n arts dat gewoon doet. Nou weet ik, volgens mij had ik dat met Mirjam. Wij hadden het over ons acrylblokje waar wij tape mee afscheuren. Ik was van het weekend zo blij dat ik hem gevonden had. En nu raden jullie het al. Mijn blokje is foetsie. Niemand de deur uit. Ik zit weer tegen de lamp aan. Nou, ik pak wel even wat anders. Want ik kan nou niet een uur gaan zoeken naar mijn blokje. Maar dat ga ik straks wel even doen. Ja, dank jullie wel. Nou ja, we zijn zelf optimistisch en positief. En de longarts is hoopvol. Wij zijn hoopvol. Dus daar houden we ons gewoon lekker aan vast.
Ik ga nu als eerste het blauwe gedeelte op mijn ondergrond plakken. Nou, dan doe ik de randjes even met tape. Dan zit het gewoon lekker goed vast. En ik laat een klein randje open, omdat ik misschien nog wat in wil scheuren of iets. Nou, ik heb hier een inkpad. Gaat natuurlijk ook. En dan doe ik de buitenranden doe ik eventjes met tape. En dan doen we de binnenkant met wat lijm. Ja, dank jullie wel allemaal. Heel lief. Maar ze heeft dus nog wel een flink traject te gaan. Ja, ik ben echt altijd... En misschien ben ik er wel gewoon te zuinig op. Want ja, dat kleine acrylblokje... Voor stempelen gebruik ik hem niet zoveel. Ja, voor echte kleine stempeltjes. Maar verder is dat echt mijn blokje waar ik mijn tape altijd mee afscheur. Vind ik gewoon fijn. Ja, werkt gewoon prettig. En ik ben hem gewoon... En ik heb zo'n Alex ladenblok naast me. En in mijn bovenste la heb ik altijd al mijn acrylblokken liggen. En al mijn acrylblokken liggen er op dat hele kleintje na. Dus waar ik daar weer heen mag mee ben gegaan. Joost mag het weten. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Nou, ik druk dan de tape altijd even aan. Hè? In dit geval ga ik de lijm van Studio Light even gebruiken. Die droogt iets minder snel op als de Art Glitter Glue. Of de Dries Clear, hoe wil je het noemen, deze. En ik denk dat ik dat met dit iets prettiger vind. Nou, dat doe ik aan de binnenkant. En volgens mij zit hij iets dicht. Oh nee, valt mee. Nou, zit wel. Ik moet vrij hard knijpen, ondanks dat het een nieuwe fles is. Zo. Nou, dan haal ik even een stukje van de bovenkant los. Hè. Tenminste, dat doe ik altijd op deze manier. En dan gaan we hem opplakken. Nou, ik leg hem er altijd eerst even losjes op. Kan ik even zien of ik enigszins gelijk zit? Dat denk ik wel. Oké. Zit ik niet helemaal recht, geef ik ook niks om. Want ik zit ook... ik zit niet helemaal recht. Kan ik die nog loshalen? Nee, die zit helemaal vast. Maar dat geeft niet. Dan wordt dit gewoon mijn onderhoek. Dan zie je het dadelijk al niet meer. Prikpennetje erbij. Ja, ik ook hoor. Ik neem mezelf ook altijd voor om na ieder project... om dan echt alles even op te ruimen. En dan ben ik alweer een... Dan ben ik met mijn volgende project bezig. En binnen een half uur is het weer feest. Hier ook spannend. Ik mis even een reactie, denk ik. Nou, ik zie ook iets over een plek op de long. Ik heb het niet helemaal gelezen, sorry. Maar wel heel veel sterkte. Ik weet wat... hoe zenuwslopend dat is. Zo, die zit vast. Nou, en doordat ik... Nou heb ik nagels toevallig. Moet ze nog afknippen. Nou, dat inscheuren, daar kunnen we zo meteen nog naar kijken. Maar wat ik dan leuk vind, doordat ik dus niet het hele uiteinde heb vastgeplakt, kan ik gewoon nog een beetje ermee spelen, zeg maar. En ik hou daarvan. Maar goed, vind je dit niet mooi, dan doe je het gewoon lekker strak, hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk hoe ik het mooi vind. En hoe ik het graag zie. Maar iedereen heeft daar zijn eigen werkwijze in. Nou, dan hebben we onze cirkel. Die had ik natuurlijk ook al eventjes gedistressed. Ik denk dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt hoe ik die opplak. Dit is het papier waar die uitkomt. Grapje zeker.
heb echt werkelijk... Nou, ik denk dat hij gewoon ongeveer zo moet. Maakt volgens mij echt niet uit. Nou, dan pak ik onze sketch weer. Nou, en dan kun je dus... Even kijken. Ik denk dat er nog een stukje vanaf gaat. Ik ga hem ook nog niet opplakken. Zo. Even de chat wegklikken. Zo, daar sorry. Want ik heb natuurlijk nog een stencil. En die wil ik onder mijn cirkel hebben. Nou. Dit is dan het voordeel van een groot stencil. Die past in één keer. Maar goed, hieronder weet ik al, hoef ik natuurlijk niks te doen. Hè, want daar gaan we van alles opplakken. Dus ik ga me een beetje beperken tot dit gebied zo. Nou, en omdat ik het niet te opvallend wil, heb ik ervoor gekozen om de van Cadence heb ik die. De transparante structuurpasta, reliefpasta. Die is wit als je hem opsmeert. En transparant als die droog is. Ik heb mijn stencil los liggen. Vind je dat nou eng, dan kun je hem altijd even vastplakken. Ik pak gewoon een beetje pasta. Ik hou mijn stencil vast. Even kijken dat ik in beeld zit. En ik ga smeren. Nou. Probeer zoveel mogelijk van boven naar beneden te werken. Des te minder kans heb jij dat het onder je stencil doorloopt. Als je echt kriskras alle kanten op gaat, dan gaat het eerder onder je... Het gebeurt mij nog wel eens hoor, dat het eronder doorloopt. Als ik het dan toch mijn stencil net even opleeg of iets... Nou, ik lees op dit moment ook even geen reacties. Nou, normaal, omdat ik met mediums werk, zou ik mijn papier voorbereiden met clear gesso. Dat heb ik dus nu niet gedaan. Omdat dit eigenlijk het enige is wat ik aan mediums ga gebruiken. Ik ga geen verf gebruiken. En anders dan zal dat heel minimaal zijn. Ik moet hier even voorzichtig doen. Oh. Nou, ik doe dit dus ook een beetje op de gok, hè, waar ik wel wat heb. En ik vind het wel mooi als die onder mijn cirkel zit. Half, zeg maar. Nou, deze mag ook nog wel. Die vind ik wel een mooie vlinder. Wel helemaal dan natuurlijk. Nou, en ik bedenk me nu net. Het schoonmaken wordt een uitdaging. Want ik ben vergeten een emmer water klaar te zetten. Dus dan ga ik zo meteen even met een billendoekje een beetje poetsen. En dan gooi ik hem vanavond of zo wel eventjes in de biotex. Die hoef ik denk ik niet te doen. Nou, dan hou ik even. Ik wil nog een klein stukje. Kijk, en omdat dit natuurlijk transparant opdroogt, is het niet zo heel erg opvallend aanwezig. Nou, en dat is dan wat ik graag wil. Nou, dan wil ik wel hieronder nog. Want dat ga je wel zien. Dat vind ik dan wel leuk om...
Ik hoop dat ik nog in beeld zit, anders komt dat zo meteen goed. Deze weet ik eigenlijk niet. Nou, weet je wat? Ik word er stil van. Hebben jullie het in de gaten? Ik vind hem helemaal goed zo. Nou, dit specifieke stencil is niet op voorraad. Dit is al een hele oude. Ik wilde namelijk het vlinderstencil van de Blooming Butterfly collectie van Studio Luit gebruiken. En ik weet dat ik hem heb. Maar hij is gewoon spoorloos. Echt spoorloos. Dus ik heb deze even als alternatief gepakt. Het lijstje komt ook nog. Want ik ben weer eens vergeten om een lijstje te maken. Ik wilde dat eigenlijk vanmorgen even doen. Ik leg deze even opzij hoor. Toen kreeg ik weer het leuke bericht dat ik weer naar school kon. Want mijn zoon had geen les. Daar waren ze een beetje laat mee. Nou, ik spray hem even een beetje nat. Want ik heb nu even niks verder bij de hand. Maar dan droogt het niet gelijk op. En dan kan ik het met een doekje even eraf halen. Biotex, ideaal. Mijn ex-schoonmoeder maakt er mijn ex-man mee schoon. Toen hij is letterlijk... Nou ja, ik heb inderdaad ooit die tip gekregen voor als je stencils hebt die je dus niet goed schoon krijgt. Of die je vergeten bent schoon te maken. Dat Biotex daar heel goed voor helpt. Kijk, en dan vind ik het helemaal niet erg als je ziet dat mijn stencils gebruikt zijn. Maar ik wil wel de dikste laag, zeg maar. Oh, wil ik eraf hebben. Dat vind ik dan weer zonde. Want ik hou van vlinders. Dus ik wil hem dan natuurlijk graag vaker kunnen gebruiken. Sorry, dit is even ja, niet zo leuk om naar te kijken. Zo. En ik moet natuurlijk ook uitkijken dat ik niet alles kapot maak. Droog doekje erbij. Ook leuk, een live schoonmaken, hè? Nou, ik dep gewoon het ergste even droog en dan laat ik hem aan de lucht drogen en dan maak ik hem nog wel verder schoon met de Biotex. Dat komt nog wel goed. Maar volgens mij is het ergste er gewoon af. Zo. Die kan verder drogen. Ook weer gelukt. Pakken we ons ding er weer bij. Die haal ik eraf. Want dat gaan we toch niet zien. Nou, je ziet al dat die her en der wat transparant wordt. Ik ga toch even een beetje drogen. Ik zie hoi hoi Tiets. Tiets is er dus ook gezellig, Tiets. Hij doet het zoals je ziet. Leren we nog van mij gepoetst. Ik zou dat lijkt er eerst uithalen. Oh, wat heb ik gemist? Nou, blijf niet te lang op één plek met je heat tool, hè, als je pasta's droogt.
Want dan gaat het bubbelen. Want dan verbrand je het eigenlijk. Geluid weg, lees ik. Het beeld loopt bij mij gewoon goed door. Geluid kan ik niet testen, want dan hoor ik mezelf. Anneke deed het lijken. Als je geluid niet goed is, dan hoor je natuurlijk niet. Maar even eruit en opnieuw erin. Misschien wil iemand dan wel even typen. Nou, je ziet dat hij al mooi... Hij krult wat op, daar moet je je niet druk om maken. Dat komt straks goed. Je ziet dat hij al mooi transparant op gaat drogen. Ja, bij mij lijkt het ook allemaal goed door te lopen. Het geluid kan ik niet testen, maar... Hoe zie je hem, Anneke? Ja, Facebook doet af en toe gewoon raar. Dat, ja. Als je toevallig net even een wat zwakker signaaltje hebt... of van de wifi of iets, dan... Dan heb je daar wel eens. Maar ja, goed. Het is wel lekker warm, die heatel, jongens. Dat dan weer wel. Nou is het niet zo heel koud, maar... Het was wel echt slecht weer vandaag, zeg. Vanmorgen, ik denk, baba... Viel hier echt met bakken uit de lucht. Ik laat dit even voor wat het is. Ik laat dit even verder drogen. Want we hebben natuurlijk nog meer wat we moeten snijden. En distressen. En opbouwen. En nou ja, noem het maar op. Ik zit lekker nog steeds overal onder de kruimeltjes. Dus ik leg deze even aan de kant. En dan pak ik ons papier er weer bij. Ik had een cirkel. En... Ik pak even de sketch. Nou, ik heb hier dus een cirkel van gemaakt. En ik heb ook geen ronde stempelsets of iets. Dus ik kan daar geen tekst neerzetten. Ik heb overigens wel deze erbij gepakt. Dan, ik had bedacht, misschien kan ik nog wat met die letters. Maar ik denk dat ik dat niet zo leuk vind. Dus ik denk niet dat ik die ga gebruiken. En... Ja, nu schijnt het zonnetje wel, maar ik heb echt... het is echt verder niet grappig hier, hoor. Maar we gaan die grotere matlagen even snijden. En dan gaan we natuurlijk ook even een papiertje voor uitkiezen. En ik denk dat ik die in eerste instantie snijd op 13 bij 18. Het is gewoon een maat die in me opkomt. Even kijken hoe dat uitpakt. Die leg ik even opzij. En ik had in eerste instantie bedacht... Deze twee als matlaag. En dan, hè, we krijgen onze cirkel, die krijgen we zo. En dan zo. Ik denk, dan hebben we toch een kleurtje wat breekt ertussen. Dat gaan we dus doen. Dus ik zei 13 bij 18. En ik ga even hier een stukje van afhalen. Ja, er is een liedje van, hè? Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. Ik weet alleen niet meer hoe die... Dus ik snij hier even een centimetertje af. Ik heb geen idee hoe dat het... Oh, het zit er nog. Ik weet niet hoe ik daaraan kom. Hoe dat kan. Nou, sorry, onze veer is niet meer heel. Maar dat maakt niet uit. Ik moet hem even uitzetten. En dan pakken we even 18. En dan ga ik even kijken hoe dat uitkomt zometeen.
Misschien moet hij wel kleiner, dat weet ik niet. Smaller, we gaan het zien. Dat doe ik met deze idem dito. Ik snij een strook af van 13. Wacht even. Ik ga het jou zo vertellen, denk ik. Iets klopt er niet. Ja, klopt wel. Hij lijkt breder. Ik ga zo vertellen wat die zwarte cirkel is. Ik ga even... Ja, nou, het zal wel door de kleur komen. En deze pak ik ook 18. En dan leg ik hem heel eventjes aan de kant. Die zwarte cirkel is... Oh, ik krijg een berichtje van Alice. Sorry, ik moet dit even beantwoorden. Dit is te grappig. Ja, er is zo'n liedje. Ik weet echt niet meer... Moet er nog even de stress, hè? Maar ik wacht daar heel even mee. Mijn cirkel. En mijn sketch. We hebben hier natuurlijk die sketch. Nou, dan hebben we die cirkel. En dan ligt hier natuurlijk ons blad, hè. Nou, deze die komt dan zo. Deze die doen we iets van zo. Zo rond die koers. Dus ik denk dat ik dit nog eventjes zo hou qua maat. Of gaan we ze toch kleiner maken? Dat weten we zo. Ik gebruik even deze. Want die andere is nog nat. Die kan ik nog niet pakken. Zo, nou, die cirkel die komt dan hier, hè. Ik ga ze toch kleiner maken. Ik vind ze net iets te groot. Ja, die puntje erin, puntje eruit. Ja, maar er is er... Ik weet alleen niet meer van wie. Ik haal aan de zijkanten nog een centimeter af. En aan de onderkant pak ik 2 centimeter eraf, denk ik. En dat doe ik bij deze ook. Ik hoorde mijn zoon. Ik denk die komt vragen of die koffie... Oh jawel, dat is gezellig die opmerking. Ik hou ervan. Oh, hilarisch toch? Weet je, ik hou wel van... Dat gebeurt hier thuis ook nogal eens. Van die lekkere dubbelzinnige opmerkingen. Die kun je dus echt heel serieus oppakken. Maar ook gewoon anders. Grappig, leuk, laat ik het woord maar gewoon zeggen, seksistisch. Nou ja, hoe wil je het noemen? Even kijken. Zo. Zo, mijn plaatje. Ik laat ze even zo. Dan gaan we er nog eentje snijden van... Of 2 eigenlijk. Maar dan moet ik even meten hoe groot we deze hebben gehouden. Dit was 14, hè? Nee, 12. 12 bij 16. Dan ga ik hem snijden op 10 bij 15 even. Want we gaan natuurlijk nog distressen. Dus dan wordt hij iets kleiner. En dan ga ik even kijken. We hebben dus zo. Deze die komt soort of wat zo. Deze komt dan zo. Dus dan wil ik hier nog iets op hebben. Al vind ik dat eigenlijk weer zonde van die vogel. Want ik denk dat ik deze wel leuk vind. We gaan switchen. We gaan aan de switch. Die vind ik wel leuk. Die viool is ook wel mooi.
Ik vind die, nee, want hier zit al tekst op. We gaan deze als het focal pointje houden, zeg maar. Al zal die te breed zijn. Keuzestress. Ergens is het ook wel leuk om, om dat blauwe terug te laten komen. Gelukkig heb ik nog een paperpad, want ik kon het natuurlijk niet, weer niet laten om er twee te kopen. Mensen en jongens, heerlijk toch? Nou, moet ik hem toch weer even uitklappen. Hou ik het even bij deze. Zo. Halen we ook het blauw van de achtergrond namelijk weer een beetje terug. Zo. Die komt zo. Deze moet dan uiteraard kleiner worden. Laten we daar de bruine weer voor gebruiken. Of gaan we voor de lichte? Ik vind die lichte er eigenlijk beter bij passen. Jullie ook niet? Af en toe, hè? Kan ik mezelf wel wat doen? Kan ik weer geen keuze maken? Dus ik snij er gewoon twee. Die reststukken kunnen we mooi weer op een kaart spruiken. Zo. Oh, die is te lang. Ik had 16 gezegd, hè? Zo. En dan pak ik die bruine. En die ga ik snijden op 10 bij 15. Dat wordt dan mijn kleine matlaag, zeg maar. En dan die met de vogel, die ik daar dus op wil hebben, die snij ik op 9,5 bij 14,5. En deze moet 14,5 worden. En dan gaan we eens even kijken hoe het uitkomt. Stel nou dat dit even onze achterkant is. Dan is dit onze cirkel. Ja, dat vind ik leuker als die blauwe, denk ik. Even proberen. Alhoewel die blauwe wel weer mooi uitkomt. Bij de achtergrond. Maar ik vind die andere rustiger. We pakken hem er even bij. Kan het er nog niet op leggen natuurlijk. Nee, die andere vind ik mooier. Daar ga ik voor, die is wat rustiger. Ik ben zo hard aan het lachen dat de konijnen geschrokken zijn van mij. Oh, ik lig altijd echt in een deuk om jullie. Zo leuk. Echt hilarisch. Nou, we pakken onze distressen er weer bij. En dan gaan we.
ik heb het nu niet gedaan. Je kunt natuurlijk ook nog de randjes beinkten, hè, met gesso, met inkt. Net wat je, ja, wat je mooi vindt. Ik had het eigenlijk wel kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. Ah ja, kunnen niet alles hebben, toch? Nou, en ik zie dat mijn tijd bijna om is. Dus ik... Weer zo één. Ik kijk even mee, vies. Volgens mij bedoelde ze iets anders. Nou, ik ben geloof ik helemaal het spoor bijster. Maar goed, volgens mij... hebben jullie het gezellig. Dus ik ga... Oh ja, wat ik wilde zeggen. Ik ga nog eventjes... in de planning kijken en kort sluiten wanneer ik verder kan. Want we staan natuurlijk nog wel, vanavond is Jenierdag. In de groep van Studio Light met de nieuwe collectie. En ik kan jullie verklappen dat die echt weer mooi is. En morgenochtend is volgens mij Rianne live in de Janine's Mindful Art Groep. Ik ben donderdagavond live in de Janine's Mindful Art Groep. Donderdagochtend weet ik even niet. Volgens mij is morgenavond Jeanette live. Het is toch dinsdag vandaag? Ja, hè? Ja, dan is volgens mij morgenavond Jeanette live. En verder weet ik het eigenlijk niet. Uit mijn hoofd. Zaterdag hebben we natuurlijk is er een online demodag in de Janine's Mindful Art Groep. 4 demo's met leuke giveaways. Dan is volgens mij om 10:30 Janine zelf. En om 13:30 Rianna en om 3:00 Anita of net andersom. En 's avonds Joyce. En bij iedere live kun je weer iets leuks winnen. Van de nieuwe collectie, neem ik aan. Einde van de week is de bedoeling dat die in de winkels ligt. Vanavond Janine, morgen 10:30. Ja, donderdag 3:00 Janine, 19:30 jij. En vrijdag 19:30 Rianna. Oftewel, allemaal gewoon druk, druk, druk. Ik zal eens eventjes... Nee, dat is de groep van Studio Light zelf. Studio Light Creative Community of zo? Iets in die trant? Is er iemand boos? Nee, toch? Nou, je bent niet verplicht om mee te doen, hè, Thea. Er zijn genoeg mensen die het wel leuk vinden. Maar je kunt wel gewoon lekker meekijken natuurlijk, hè, voor de inspiratie. De dingen die ze laten zien kun je natuurlijk ook gewoon met je eigen materialen doen. Hè? Ik zie dat er iemand jarig is. Gefeliciteerd. Drukke maand met verjaardagen. Wij hebben echt zoveel verjaardagen deze maand. Dat is echt bizar. 9 maart, 10 maart, 11 maart, 12 maart, 13 maart, 24 maart en 31 maart. En dan nog een paar in februari gehad.
Nou, het is inmiddels hier een lekkere zooi. Nou goed, mag de pret niet drukken natuurlijk, hè? Huppatee, stofzuiger is er dadelijk weer blij mee. Nou, we kunnen wel vast deze eventjes opplakken. Nou, ik doe dat nu gewoon even met lijm. En dan wil ik eigenlijk die cirkel nog niet opplakken, want we moeten natuurlijk nog een andere rand gebruiken. En nog een stuk kaartstok. Maar dat is voor de volgende keer. Oh, wel recht plakken. Nee, ik heb niet zo'n tafelstofzuigertje. Iedere keer denk ik, nou, dat heb ik niet nodig, maar... Op zich lijkt het me toch ook wel weer heel handig. Want nu zit ik iedere keer alles op de grond te gooien. En dan moet ik weer stofzuigen. En daar heb ik echt niet altijd zin in. Maar ja. Soms denk ik ook wel eens van ja, zoek het allemaal maar uit. Het is mijn hobby ook. Ik moet er zitten. Ik doe het lekker niet. Ik ga lekker aan de vreubel en ik stofzuig morgen wel weer. Hieronder is die redelijk droog. Dus ik ga hem gewoon even neerleggen. Dan hebben jullie alvast een idee. Die doen we daar. Deze... doen we hier. Deze plakken we hier. Deze plakken we hier. En dan komt hier natuurlijk nog een rand met een stukje kaartstok. En dan moeten we nog vlinders uitzoeken. En dan komen natuurlijk weer bloemen op. Want de creatie zonder bloemen, dat kan natuurlijk niet bij mij. Dat gaan we niet doen. En die cirkel die ga ik nog denk ik ietsjes omhoog leggen zo. Nou, zoiets gaan we doen. Ja, dit wilde ik dus eigenlijk met dat stencil van Studio Light doen. Maar ja goed, die kan ik gewoon echt niet vinden. Ik heb er twee gehad nu. En die van Joy kan ik aanraden. Nou, dan moet ik daar toch eens naar kijken. De 25e ben ik in de winkel. Dus dan ga ik daar eens op... ik ga eens op onderzoek uit. Goed, voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Geniet nog van alle lives die aankomende week komen. Ik ga even kijken... wanneer ik een extra live in kan plannen om de layout af te maken. En ja, dankjewel en fijne avond verder. En tot de volgende keer. Doei doei!